Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben even mijn schoenen aan het aandoen. Ja, ik ben al te lui om mijn veters open te doen. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik zou nu mijn skispullen gaan brengen, maar het wordt morgen pas opgehaald. Dus ik ga het morgen brengen, dat komt me veel beter uit. Dus ik ben nu een kwartiertje te laat of zo, maar het valt mee. Ik ga nu naar de sportschool. Ik heb zelfs altijd weer deze oude Scheltra aan, mijn Gymshark legging en deze schoenen. Ik wil nieuwe schoenen, ik wil een nieuwe trui. Ik ga sporten en dan heb ik hier kleren bij me. Dan ga ik door naar Nicole. En dan gaan we lekker lunchen en leuke dingen doen. Dus ik zie jullie zo. Ik ben nu bij Nicole. Ik mag hier filmen. Oh, ik heb de bunny nog niet eens zelf bekeken, maar ik wou hem gewoon zo graag vloggen. Zo schattig. Dat is Pip. Zie je knap ook? Ja. Hi Pip. Met drie zoen. Ah. En soep. Ik, huh? Oh ja. Ik wil dat ze Poesie ontmoeten. We hadden een kat en die leefde gewoon samen. Ja. Heel mooi zijn ze. Zijn onze schatjes. Kijk, Nicole heeft het jasje. Die ik dus had gekocht toen bij TK Maxx. Maar ik vond het net te groot. En Nicole heeft dikkere boobies. Dus ik dacht... superleuk. Waar is je ook wel bij, maar echt heel leuk. Is dat druk? Ja. Ja, lekker. Even je eettafelstoelen filmen ook. Kijk dit dan. Waar is de teddypoef? Oh, hier. Ja. Die heeft ze dus ook voor mij gekocht, want die wil ik. Hij is wel heel wit. Ja, maar hij valt niet op, ofzo. Nee. Deze stoelen vind ik heel leuk. Van zo'n stratigram. Home tour. Super netjes hier. Mijn tuin die is een rommel. Moet ik ook je tuin filmen? Nee. Ik heb precies een plankje nu gekocht voor boven de bank. Ik wil dat dus ook. Nu kan ik even laten zien aan haar dat het echt mooi is. Er dingetje waar ze nog aan heeft gesabbeld. Oh ja, dat vertelde je toen. Oh, je ziet echt verschil ook te zien. Ja. Wow, dit is... Je hebt toen een foto hiervan laten zien. Kan je dit ook openmaken? Nee, ik heb die dichtgeplakt. Ja, dat zou ik ook doen. Daar waar heb je rest. Dit van? Nee, ik weet niet meer van een speciale site. Hier kan ook nog iets in. Gehad. Oh ja, dat staat superleuk. Ja, nu terug. Nee, die heb ik van een collega gekregen. Maar ik wist niet wat ik ermee moest. En dit vind ik ook heel leuk. Ik zet het altijd maar ergens neer. En dan, ja, leuk, maar wij hebben niet zo'n kast om dat in te zetten. Dit kreeg ik voor mijn afscheid op de school. Maar ja, die is heel leuk. Is dat van de Quantum? Ja. Ja, die wilde ik toen ook kopen, maar heb ik niet gedaan. Love Quantum. Oh, edelstenen. Ja, daarvan denk ik dan ook dat dat moet ik er maar in. Kun je echt inspiratie op doen in dit huis? Jullie ook, mensen thuis? Ja, heel mooi hier. Maar hoe ziet het er normaal uit? Wel ook een beetje zo, denk ik. Nee, dat niet. Ik ben 10 minuten in Nicole's huis heeft 3 dagen lopen opruimen. Nee, heel even. Okay. Maar al het troep ligt op mijn stoelen. Ja, dat zie je ook. Iedereen doet dat. Mijn motor. Motor? Ja, voor mijn fiets. Oh ja. Oh, dat is niet eerlijk. Ik zal niet hoog zetten. Oké. Okay. Gaan we ook nog boven kijken of gaan we eerst weg? Nee, boven zou ik niet kijken. Oké. Okay. Oh, dit is ook echt super mooi. Ja, wij hebben gewoon geen plek voor dit soort dingen. Mooi. Oh, ik heb niet gestopt. Oh, wat erg. We zitten lekker bij Barista Café. Omdat het gewoon altijd lekker is. Oh, is met sorry. Ja. En ik neem deze. Met 2 geporceerde eieren. Lekker overdreven, maar zoveel zin in. Ei, door te sporten. Anita heeft caramelino met wit chocola. Ik heb kokos. Oh, dit is wel veel lekkerder dan thuis. Oh, is dit een weespermop? Nee. Oh nee, hoe heet dit? Een zandkoekje. Oh. Ja. Kan ik uren zitten. Ja, carpaccio. Oh my god. Echt een feest. Zeker. Feestje in je mond. Oh, hier hou jij zeker niet van. Nee. Oeh, hij is wel heel nat, ja. Niemand ziet iets hier. Wat heb jij, Nicole? Oké, een brown sugar. Oh, je hebt super veel bonen. Oké. Shock. Wow. Hebben dat warme ballen? Lekker warm. Jawel. Heb jij warme ballen? Ja, ik heb warme ballen. Indrukken. Oh, ja. Misschien makkelijker dan gedacht. Je had het toch al een keer gehad? Ja. Waarom wist je dat dan niet? Verdacht. Volgens mij had ik toen zo'n plastic laagje. Wat zijn we aan het doen, Nicole?
We zijn helm aan het passen voor paardrijden. We zouden eigenlijk leuk uilen gaan kijken, maar uiteindelijk... Dat is ook heel irritant aan mij, hoor. Dit kan heel vaak gebeuren. Ja. Je denkt, we gaan leuk uilen kijken, maar uiteindelijk wil Charlotte een helm kopen. Even snel. En uiteindelijk ben je 3 uur helm aan het passen. Ik vind deze wel het lekkerst tot nu toe. Ja, staat je echt ook heel goed. Ja, beter dan die AMB. Ja. Ja, maar dan is je dus 100 euro zonder bril en daar is je 70 euro. Nee, dan zou ik die andere nemen. Ja, ik ook. Maar deze voelt wel een beetje van mij. Maar hij heeft wel hier krassen en hij is een beetje te groot. Nee, dat zijn mijn vette vingers. Nee. Hij is te groot hoor, kijk maar. Ja. Zie je? Ja. Komt iemand. Nee, dat is zielig. Nicole gaat mijn uien... Ik kom niet aan mijn woorden vandaag. Uilen laten zien, maar ze zijn aan het snoeien. Hi. Hallo. Ken je hem? We staan op de film, hè? Oh nee. Allemaal uilenveren, kijk. Zijn dat uilenveren? Weet ik niet. Nee. Wat zijn dit, Nicole? Het lijkt wel van mijn kat. Die uilen hebben toch ook van die spinnenrag? Ja. Wat is dit? Ik vraag aan de kijkers wat het is. Ga jij dan ook reageren? Oké. Ja. Ik heb nog helemaal niet verteld wat we eigenlijk aan het doen zijn. Ja, een goed moment ook hier met die herrie. Nicole, die neemt mij dus mee op date. Want ik vertelde dat H mij nooit zoiets meer heeft laten zien. Dus toen ging Nicole besluiten dat ze mij op date meenam. En dat ze me het weer laat zien. Dus we beginnen nu in het buitenpark bij de uilen, maar er zijn geen uilen. Catfish. Het is gewoon een catfish. Kijk hoe cool die uilen zoekt. Ik weet niet mee het bos in. Je gaat me hier gewoon het bos in sleuren. Ja, dat waren dus de laatste beelden. Nicole heeft een uil gespot. Heb je verrekijker? Oh, ik denk je gaat nu je verrekijker pakken. Oh, ik zie hem. Ja, hier. Waarom is er hier een uil? Dat is best wel bijzonder, of niet? Je moet wel uitleggen waarom het zo is, anders is de tour niet zo van uilen. Niet? Nee, dat komt er niet. Oh, jammer. Mooi. Is er maar eentje? Zijn uilen nou dieren die altijd samenleven, of niet? Ja. Vorige keer zat hij op de brand. Ah. Maar als we nu doorlopen, gaat hij dan wegvliegen? We zijn nu op het strand. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Echte Meisjes in de Jungle. Kom, we gaan vechten. In de modder. Ja, ik weet niet waar Nicole me nu weer mee naartoe neemt. Het voelt alsof we nu bij Echte Meisjes in de Jungle die Boeddha... Oh, die heb je nog niet gezien. Jawel. Ben je al bij het einde? Ja. Het einde. Wat een avontuur beleven we in deze vlog. Niet normaal. Hé, we zijn niet de enige. Iemand wordt ten huwelijk gevraagd. Een mega lange berg hebben beklommen. Wat is daar? Den Haag. Oh. Een afvalberg verrijst boven Zoetermeer. Als jullie het willen lezen, kunnen jullie het nu op pauze zetten. Dus het is een natuurgebied ontstaan vanuit afval. Wat leuk. TU Delft. Wat zou het dan weer? Oh. Snowworld super lelijk eigenlijk, hè? Bizar. Snap ik wel, het verpest echt alles. We hebben echt lekker veel gefietst. Het voelt alsof ik op wintersport ben gegaan vandaag. Nou, ik voel me ook heel gezond. Ja, en we hebben helmen gepast. Nou, ik. Oh ja, dus ik heb ontdekt dat ik dus een rond hoofd heb. Want je, zo zou ik het op zich ook wel denken. Maar ik dacht niet dat dit ook rond was. En Nicole heeft een ovaal. Dus ze denken dus dat heel ook een ovaal is. Maar daardoor kwam ik achter dat er maar één helm echt lekker zat. Van Salomon. En die is best wel duur. Dus... Ja, als ik hem had gekocht, had ik hem morgen kunnen meegeven. Maar ik heb hem niet gekocht. Dat betekent dat ik hem online moet bestellen. En dan kan ik het naar hun laten sturen. Maar die skibroek past natuurlijk ook niet. Dus ik kan ook gewoon spullen bestellen. Thuis laten bezorgen, alles passen. En het dan nog naar hun sturen. Maar ja, de tijd tikt wel een beetje. Zo snijdt Nicole een ui. Oh nee, ik kan niet onder druk. Jawel, kan jij. Kijk, die nageltjes zijn zo perfect. Wel een beetje grof vind ik dit hoor. Ja, dat vind ik lekker. Er moet wel een beetje bijt in zitten. Wat krijg je honger van? Je kan het.
Je tikt elk eitje aan. Ja, omdat hij anders aan mijn lepel, aan mijn lips blijft hangen. Het was echt heel gezellig met Nicole. We hebben superveel bewogen en echt heerlijk buiten geweest. Ik ben er ook helemaal niet moe van. Superleuk. Dat is echt voor herhaling vatbaar. We hadden dus nog nooit met elkaar afgesproken. Oh, Nicole kent mij door mijn vlogs en ik ken Nicole door de zaak. Want ze kwam door mijn vlog bij ons in de zaak langs. En dat klikte eigenlijk meteen. Ik vind eigenlijk altijd heel vaak mensen die mijn vlogs kijken hele leuke meiden. Maar met Nicole had ik echt een klik dat ik dacht, nou, laten we lekker wat gaan doen samen. Dus dat was heel leuk. En toen heb ik nog een helm kunnen scoren, vet chill. Voor haar een skihelm, niet voor mezelf. Want blijkbaar heb ik een rond hoofd. Er zijn heel veel van die helmen ovaal en dan zit het niet zo lekker. Maar wel een skibroek voor mezelf kunnen kopen, zodat ik niet die stress heb of die broek wel past. En dat vond ik eigenlijk niet chill. En nog skisokken, dus ik moet nog op zoek naar een helm. Een skibril. En morgen moet ik alles brengen, dus ik moet het of zelf meenemen of laten bezorgen. En eigenlijk ook dan ook een andere skijas, want ja, die Lidl vind ik niet heel mooi. Ik ben nu weer zo'n roerbak aan het maken, wat er dus niet heel lekker uitziet, maar het is gewoon echt heel chill. Wat ik laatst ook maakte met mager gehakt, een uitje, knoflook, kalamaten, olijven zonder pit, zwarte bonen, mais, tomaten uit blik, zeg maar gewoon zonder suiker, maar gewoon van die stukjes tomaat. Een beetje spinazie, courgette en dan zoutpeper, chili en dan straks weer parmezaan erover. Het is gewoon echt super lekker en heel voedzaam. Maar het ziet er niet uit, maar ik vind het heerlijk. Dus ik heb heel veel zin om mijn Lofi's spullen. Ik had dus toch Lofi's kleding besteld voor zaterdag. Het werd te laat bezorgd, dus dan had ik gemaild en ik hoef niet meer te sturen natuurlijk alsnog op. Ik ben trouwens helemaal een soort van ondergoold, zeg maar, door vandaag. Dat je het ijskoud hebt en dan ineens heel heet, weet je wel? Ik heb dus zoveel zin om even iets te passen. De doos ziet er echt goals uit, niet normaal. Die webshop is echt zo groot geworden, volgens mij. Kijk hoe leuk. Ik ben dus vooral heel erg benieuwd naar de zebra top en zebra broek. Heb ik een broek in L en XL besteld? Oh, hè? Please zeg maar dat ik die top heb, ja. Ineens hou ik heel erg van zebra. Ik heb net een skibril besteld, ook met zebra print. Jasje. Ik herinner het me allemaal niet. Meestal ben ik dus niet zo van dit soort webshops of zo. Beetje hetzelfde als dat ik in mijn eigen webshop had. Het is altijd gewoon toch... Nee, ik vind dat net iets minder of zo. Maar ik vond dit echt heel leuk. Maar misschien ook beter morgen pas. Het is al 11:30. Morgen is 28 februari. En dan ga ik een stapbudgetopleiding aanvragen voor kindercoach. Ik weet nog niet wat ik wil. Ik heb echt oprecht geen idee. Want meestal deel ik het heel snel met jullie als ik het weet. Maar kindercoaching vind ik eigenlijk altijd al leuk. En nou ja, ik moet dan voor 10 uur inloggen. Want dan aanvragen en heb je ook kans dat het al weg is. Maar als ik 1000 euro budget krijg, het kost 840, dan ga ik het doen, anders niet. Dus. Ik wil even laten zien, ik heb dus zo'n broek. Dat is eigenlijk wel heel heftig hoor. Ik had hem iets minder heftig gehad. Volgens mij heb ik 3 van die blazers zonder jasje. Daarom ging ik toen naar de stad om ze te halen, want ik had ze eigenlijk hier besteld. Dit. Nou, dit herinner ik me echt niet hoor. 2 simpele blouses, wit en zwart. Hier ben ik het meest benieuwd naar hoge topjes, waar ik nu lust van hou. Lijkt een beetje op die blauwe, maar dan beige. En dan 2 hele heftige en nog 2 truien. Oh, het valt veel kleiner dan ik had verwacht. Het is een L. Maar ik vind het heel cool. Maar wat dus wel echt fantastisch is, maar het is klein. Is dus, het stofje is eigenlijk gewoon een soort thermo. Dus ik zou ook letterlijk onder mijn skikleding kunnen dragen. En ik word gewoon oprecht gewurgd. Het is zo strak dat ik het bijna niet over mijn hoofd kreeg. Ja, dus zo strak is niet meer lekker. Maar de stof is echt fantastisch. Ik vind het dus tegenwoordig zo prachtig. Zo'n hoge kom met zo'n strakke staart. Heel mooi. Nou, het is wel echt een aanrader, want hij zit echt heerly de beerly. HDP zijn die cool vandaag. Ja, als ik dit zou passen, zou ik het echt zo fantastisch vinden om dan van dit soort outfits te dragen. Lekker zo'n mooie BH of zo. En dan de ketting eroverheen. Ik vind het, is helemaal mijn nieuwe ding. Ik vind het prachtig. Op zich, qua hoe strak het hier zit, kan het nog wel. Maar hoe tof als je dit trouwens als skikleding hebt. Ik heb net een paar shells besteld. Oh, dat is super vet. En dan is dit weer stof ook. Oké, en de panter. Oh, ik vind het zo lekker orie. En... voelen jullie de liefde? Je zou echt moeten voelen hoe zacht het is. Ik ben nu zwaar als influencer, volgens mij. Op je vlog kan je al best wel goed zien hoe iets staat. Ik zie het altijd beter dan in een spiegel eigenlijk of zo. Maar dit kan ik me niet goed zien. Jullie zien het nu, maar ik niet. Dit vind ik sowieso niet mooi bij elkaar. Zo. Wat ik nu zie. Maar veel minder lomp dan Joshua dat ik had gekocht van Kostas. Niet zo groot en lomp. Ik had wel nog eens verkeerd.
Ja, deze vind ik denk ik niet heel leuk. Oké, nu ga ik echt slapen. Goodbye. Zo, ik heb super slecht geslapen. Maar oké, het laat echt onwijs lang. Dus gelukkig had ik het linkje gisteren al klaargezet. Dus hier doet hij het niet hoor. Ik weet niet hoe ik nu bij die link kan komen die ik al heb. Spannend, ik heb hem weer alvast gedownload, mijn aanmeldingsbewijs. Spannend. Dit kan echt niet hoor. Het doet het niet, mijn moeder doet het helemaal niet. Die heeft ook, gaat het ook aanvragen. En zoals dit, straks staat er, nu staat er 1 uur. Dan ga ik misschien nu douchen, want ik moet daarna weg. En dan kom je en is het misschien al weg. Hey jongens, vandaag heb ik even niet zoveel gevlogd. Ik was gewoon even wat dingetjes aan het doen. Die niet echt boeiend zijn. En toen ben ik even naar de mall gereden om die kostenspullen terug te brengen. Ik was ook een beetje moe vandaag. Laat naar bed en veel wakker. Ik heb de kleren naar kostens teruggebracht. Want ik dacht, ja, dat is zoveel geld. Dat moet ik echt nu gaan doen. 240 euro. Dus dat is gelukt. Toen had ik een Too Good To Go box bij Yamin opgehaald. Daar heb ik een TikTok over gemaakt. Wel heel leuk om te doen. Ik vind dat leuk om die Too Good To Go's op TikTok te doen. Omdat het zo moeilijk is om boxen te krijgen. Dat een video erover maken niet heel leuk is. Dus dat doe ik lekker op TikTok. En het lijkt me ook leuk als mensen bijvoorbeeld zeggen, oh, wil je dat? Is dat bijvoorbeeld raar snoep bij? Wil je dat dan uitproberen? En dan kan ik daar misschien weer een nieuwe TikTok op maken of weet ik veel. Nu ga ik weer naar Snow World, want ik ga nog een keer helemaal passen. Want die ik had gepast was best wel duur. Dat was de pro-versie, maar ik zag dat je ook een niet-pro-versie had. Wedden dat mijn autosleutel op het dak ligt? Wedden? Ja. Altijd. En ik denk, ja, ik hoef geen pro-versie, dus het scheelt toch 50 euro. Maar toen belde ik ze van, is dat precies dezelfde hoofdvorm? Toen zei hij, nee. Dus dan moet ik toch weer gaan passen. En dan moet ik online bestellen en dat naar Rick en Clint sturen. Want ik heb dus net al mijn ski-kleding al gebracht. Ja, ja, ja. Dat is mijn Jamin-tas. En dus dat ga ik doen. Ik heb sushi gekocht bij Jumbo Food Market voor een on-the-go. Ik heb nu alleen geen trek. En dat is een beetje mijn dag. Ach zo, hè? Nou, ik heb hem hier even laten informeren. En je hebt zeg maar, ik heb dus ontdekt dat ik, net als bij kleding, ook bij helmen een uitzondering ben of zo. Super irritant. Je hebt dus helmen en de meeste zijn voor ovale hoofd. En de meeste mensen hebben ook een ovaal hoofd. Maar ik heb natuurlijk een rond hoofd. Kijk, dat ik hier rond ben, wist ik. Maar dat ik ook hier rond ben, ik vind niet dat ik echt een breed gezicht heb. Maar ik krijg dus overal hier pijn. Nou, daarom dus. Dus de enige helm die lekker zit. Er was er nog eentje die wel oké zat. Maar ik weet niet wat voor merk dat is. Die was echt heel raar. Een soort Duitse oorloghelmpje. De Salomon Husk. Die heb je dan in zwart en wit en zo. Wow, ik moet hier naar rechts. Mag dat? Bedankt. En dan heb je dus... Gisteren ging die man mij de Pro laten passen. Maar hij vertelde niet dat er ook een normale was. En de Pro is 150 en normale is 100. En ik ga maar 4 dagen skiën, dus ik hoef geen pro. Toen zag ik op internet dat er ook nog een Prime is. Die is 200, maar ik had de website gezien en daar was dus 150. Dus toen dacht ik, nou, als ik dan de pro moet, neem ik liever de Prime. Die is beter voor op een site waar die net zo duur is als de pro. Maar het liefst doe ik gewoon die van 100. En toen belde ik, is dat hetzelfde? Zei hij, nou, het kan wel anders voelen. Dus ging ik hierheen om hem te passen, maar toen hadden ze hem niet in mijn maat. Toen heb ik hem even in een L gepast in plaats van een M. En toen voelde ik van oké, hij is best wel hetzelfde. En deze man zei ook, het is best wel hetzelfde. Voor mij is het echt totaal niet interessant. Maar het is best wel hetzelfde qua vorm. Alleen misschien iets minder comfortabel. Maar ik hield ze naast elkaar en ik vond het echt niet boeiend. Het is gewoon iets betere bescherming. Maar ik zei, ik ga 4 dagen skiën. Hij zegt, ja, die gewone is prima. Dus nu ga ik de gewone bestellen. En die was daar 100. En ik heb het dan via Intersport, volgens mij, website hem gezien. Daar heb je er nog eentje en in het wit voor 80. Dus, en laat die bezorgen bij Rieke en Clint. En dan kunnen zij, moet ik hem voor 4 uur bestellen? Oh, het is nu 4:15. Oké, dan ga ik zodra ik thuis ben hem meteen bestellen. Dan is hij morgen bij hun in huis en dan is het helemaal goed. Dan heb ik ook nog gisteren een geweldige skibril besteld. En een jas. En ik weet niet of ik die jas hou, maar dat is een hele leuke sale. En anders weet ik nog niet welke jas ik neem. Maar dan neem ik die gewoon in mijn bagage mee, dat is niet zo erg. Dus en dan heb ik alles. Oh, dat was echt een hele harde knal, jongens. Wat erg. Ik mag echt niet dit. Hoe vaak ik dit ding laat vallen in de auto. Maar dit is een blouse, dus ik vind hem voor een blouse wel groot. Maar hij is maar 15 euro. Maar ik vind hem wel te groot. Ja, is te groot. Oké. Ik heb zoveel pakketjes die ik moet doen. Ik heb net kostes gedaan. Ik moet nog Shein, ik moet nog Lidl, ik moet nog Weekamp, ik moet nog Lofies. Wat je zei, Star Trek?
Beter. Nog steeds stom. Ik kan niet zo goed zien. En wat is er dan stom aan? Starter, investigation. Oh, dit is wel duur, 31 euro. Is deze ook wel lenig? Ja, dat is heel lenig. It's all. Maar je moet even zonder dit lelijke blouseje. Oh, heel mooi dit. Ja. Wel mooi. Oké. 15 euro, dan haal ik hem wel. Dit is mijn avondeten. Ik eet vandaag even apart. Ik hoor dus van iedereen dat je echt genoeg vetten moet eten. Juist omdat je dan een verzadigd gevoel krijgt. Dus dat probeer ik nu ook. Niet te veel natuurlijk. En ik ontdek net dat mozzarella betere voedingswaarde heeft dan volle feta. Wat ik echt niet wist. In ieder geval, dit ligt helemaal vol met baby spinazie en ijsbergsla. Eigenlijk echt de helft van de bak. Dan heb ik erop wat selderij, komkommer, tomaat. Klein beetje ui, klein beetje bieslook. Mozzarella balletjes. En een beetje mini avocado. Hier nog een keer. Ik weet niet dat ik alles ga gebruiken, maar ik pak het gewoon op, dat moest opgemaakt. En dan mijn dressing die ik altijd doe, gewoon olijfolie. Een beetje balsamico, zoutpeper en chili. En wat chiraga saus. En uiteindelijk zien mijn salades er altijd echt fantastisch uit. Ik krijg ook heel vaak vragen ernaar, maar het is zo simpel. Het lijkt ook wel croutons, het ziet er toch geweldig uit. Nou. Ik weet nog steeds bij alles wat ik eet niet of, het, of ik op de juiste weg zit, zeg maar. En mijn doelen behalen, maar volgens mij zit het gewoon heel goed avondeten. En zo ziet het dan uit na de hassel. Bon appetit. Hola, ik doe 2 dagen wat buiten de deur en ik ben meteen moe. Tenminste, ik denk dat het daardoor komt. Of komt omdat we gewoon heel slecht slapen, want Poesie maakt gewoon zoveel herinneringen in de nacht. Dus we zitten er nu over te denken, we hebben geen deuren hier, dus dan moeten we er beneden in het kantoor laten. Maar ik vind het dus zielig, maar heel veel mensen zeggen het is helemaal niet zielig. Ik weet het gewoon niet, maar we hebben gewoon geen nachtrust. We worden echt om de 2 uur wakker door haar gemiauw. Want ze is verder gewoon happy. Nee, we moeten geen tweede kat erbij, want ze is juist... We hebben haar juist geadopteerd omdat ze niet goed met andere katten gaat. In die hele fokkerij was er geen één kat waar ze mee goed mee ging. Ik ben echt zo... Ik heb even een restje Olaplex masker in combinatie met Lush Marilyn Oscar. En dan ga ik zo even mijn haar wassen, maar ik ben niet vooruit te branden. Ja, je ziet het ook. Het is niets te doen. Alright. Ik ben even bezig met dit bijhouden. Ik wil ook mijn krachttraining hier gaan bijhouden. Maar kijk, het is mijn eerste keer anders eten. Familie van Heel eet dus zo. Die ontbijt dus niet en lunch dan met zo'n soort een beetje ketelachtige dingen. Als ik het zo zie, denk ik, het is te veel misschien. Maar dit ziet er wel super gezond uit. En je maakt er dus niet echt een salade van met dressing, maar je eet alles gewoon... Puur en los, nou wel met zout en peper. Super lekker, dus 100 gram, kleine avocado, 70 gram, 3x3, 2 eieren. Ben benieuwd? Ga lekker in het zonnetje dit opeten. Alright, lekker haar gewassen en nu naar de sportschool en het is al 4:30. Ik ben lekker slow, maar als je maar gaat toch? Ik kijk trouwens hoe leuk wat ik gisteren bij de Action heb gekocht. Het is eigenlijk gewoon een soort microvezeldoek, maar ze zeggen een handdoekje. Ik vergeet altijd een handdoek in de sportschool, ik vind dat zo groot. Maar dit is best wel groot, maar heel dun. Niemand heeft ooit gezegd van, mevrouw, u moet een handdoek. Maar iedereen doet het, dus ik vind het wel een beetje niet zo netjes dat ik het niet doe. Ik zweet ook gewoon echt niet. Dus ik denk altijd, ja, boeiend. Maar, nou ja. Maar een heel raar stofje. Ik krijg het natuurlijk nooit meer zo mooi opgevouwen. Maar alsnog is het wel handig. En super, ik vind geel met roze super leuk. Wel handig, toch? Dat is lekker. Ik ging dus progressive overload bijhouden. Had ik dat verteld. Ik kan even laten zien wat ik doe. Maar ik heb dus het gevoel dat ik toch... te eigenwijs ben, omdat ik dus alles, zeg maar, ik doe geen leg day of dat soort dingen. Ik doe altijd elke keer hetzelfde. Want dan denk ik, ja, ik vind het zonde om vandaag geen armen te doen, want vandaag moet ik ook armen doen. Ik vind het zonde om vandaag geen benen te doen, weet je wel. Dus, maar ja, niemand raadt dat aan, dus misschien doe ik het fout. Maar ik heb nu dit gedaan, ik zal het even laten zien. Wat ik altijd zo lastig vind, dat met eten, iedereen heeft een andere mening over wat goed is. En ik weet het niet, dus dan doe je wat goed voelt, maar als niks werkt, weet je dat ook niet. In ieder geval heel chill om bij te houden. Ik weet niet waarom ik dat niet eerder heb gedaan. Ik weet precies niet wat je vorige keer deed. En de bedoeling is dus dat je dan
alleen al bijvoorbeeld de volgende keer. Dat je bijvoorbeeld alleen al van die 5 keer 110 bijvoorbeeld 6 keer maakt. En dan, volgens mij, is dat al progressive overload. Maar heel veel mensen doen maar 3 herhalingen. En ik doe meteen 4. Dus... Nou, ik was zelfs bezig en toen dacht ik doe eigenlijk wel een beetje veel. Dus laat maar even weten als je een personal trainer bent of zo. En je weet wat het moet veranderen. Maar ik ben wel blij, want kijk, ik ben echt verrot vandaag. Ik ben toch gegaan, lekker gelopen. Heerly, de beerly, HDP. Wil, citronessie hebt, maar is lekker verse erwtensoep. Dit is echt hilarisch. Kijk, mijn lippen. Maar kijk, als ik dus mijn lippen ontspan nu, die zie ik groot. Ik heb gewoon letterlijk lipliner op mijn lippen gedaan. Moet je kijken, jongens. Ik had dus een oude Kylie lipliner gevonden. Dus ik dacht, ik ga eens een keer lipliner opdoen. Ik ga niet overlijnen, maar gewoon... mijn eigen lip volgen en het inkleuren. Maar ik vind het dus niet heel mooi. Maar wel interessant. Want ik heb nu al wat gedaan. Ik moet even met goed licht laten zien. Dit is nog niet netjes gedaan. Dus nu pas snap ik hoe van die vrouwen dat soms doen. Je kunt dus je lippen veel groter laten lijken door gewoon lipliner op te doen. Hier is ook lippenbalm met kleur. En dan doe ik nog die... Wat een verschil. Ja. Gewoon niet overwijd. Moet je nagaan hoe erg je lippen dus groter kan laten lijken. Hey, too much vond ik het een beetje. Misschien wel met echt een mooie look. Oké, jongens, ik heb eventjes alle 4 retourpakketjes van Lofi, Shein, Wehkamp en Lidl. Al die labels en zo geprint. Ik moet het alleen nog dicht plakken. Nu ga ik naar de stad, want ik ga voor 12 uur zo'n Dunkin' Donuts box ophalen. Ik ken ze wel al, maar ik vind het leuk. Nou ja... Ik dacht eigenlijk, ik ben helemaal uitgeput van trap oplopen. Echt erg. Ik dacht, het is leuk om het in de vriezer te leggen. En dan voor mijn verjaardag heb ik dan allemaal donuts. Maar het is niet echt lekker meer over 2 maanden. Maar goed, daar ga ik er in ieder geval een TikTok van maken. En wat ik dus heel chill vind aan mijn kantoor, is dat ik dus bijna altijd al mijn producten die ik gebruik op voorraad heb. Dus mijn wenkbrauwpotlood is bijna op. En dan heb ik het nog. Mijn mascara is op en dan heb ik het nog. Mijn tandpasta is op en dan heb ik het nog. Dat is zo chill. En ik zag nog dat ik uit van de DM nog transparante wenkbrauwgel had. En die had ik ook nodig. Dus die kan ik nu even testen. Maar het kantoor, ik heb het alweer best wel lang. Hey, ja, het zit op de achtergrond eigenlijk. Niet opgeruimd. Dus misschien, nee, ik moet trouwens editen vandaag. Maar misschien kan ik vandaag nog even door naar mijn kantoor. Want doordat ik vroeg wakker ben, ben ik een beetje moe. Maar heb ik ook wel weer zin om dingen te doen. En ik had ook nog deze Alverde lipgloss van de DM. Ik heb de lipliner trouwens alweer bijna eraf gehaald. Als je niet gewend bent om veel make-up te dragen, dan voelt het gewoon een beetje niet zo lekker. Oké, ik ga even mijn mascara opdoen. Ik gebruik dus deze. Want die van L'Oreal, echt mijn favoriet. Die bestaat al heel lang niet meer. Dus dit is mijn goede vervanger. En daar gaat best wel lang mee. Hij was nu echt op, want ik merkte als ik het opdeed dat mijn wimpers gewoon helemaal naar buiten stonden. Dus. Alright, ik ga. Oké, ik heb nu een heel klein beetje op de rand gedaan. Met die doorzichtige liplos. Dat vind ik wel mooi. Ik weet trouwens niet of dit de echte Kylie lippotlood, het echte potlood is, of die van Ali. Want ik heb ze allebei gehad. Volgens mij zie je het niet echt eigenlijk op camera. Oké, nu ga ik echt. Dit kan echt niet met deze blouse, maar wat vind je van deze broek? Ik weet het niet. Alles is nu vet goedkoop. Kijk, het is nooit flatterend zo'n print, maar het is wel heel leuk. Ik vind van voor niet leuk en van zij wel. Ik denk dat ik het wel wil. Oh, hij plet je kont echt compleet. Super. Ik ben bij de sting. Kijk, ik ben met TK Maxx naar handbagagekoffers aan het kijken. Dat is toch wel handig. Maar soms staat erop van cabin size approved. Maar volgens internet is het dan 1 centimeter te veel. En straks wordt het afgekeurd. Maar ik vind deze echt allemaal super mooi. Oké, het gaat nu tussen deze 3. Ik hou niet echt van rood. Maar ik vind die wel het sterkst volgens mij. Deze is 55 bij 39 bij 20. En ik mag maar 55 bij 35 bij 25. Dus deze kan niet. En deze is 55 bij 36 bij 22. Dus die is 1 centimeter te veel. Dat je denkt, nou dat zou wel moeten kunnen denk ik. En deze is 1,5 te veel. En die kan je ook nog breder maken. En dan is die sowieso te groot. Wat wel heel chill is, maar dat mag toch niet. Ik ga voor deze. Ik vind deze ook wel heel mooi. Ja, nu hopen dat ze niet moeilijk doen om 1 centimeter. 70 euro. Hallo, ik ben weer thuis en ik heb dus 1 koffer gekozen.
Want ik ging een beetje googlen en toen dacht ik dat dit een beetje een bijzonder merk is die je niet echt in Nederland kan krijgen. En dat vind ik altijd wel leuk. Maar nu kwam er dus thuis achter dat deze geen slotje heeft. Terwijl al die koffers die ik bekeken hadden een slotje. Dus dat vind ik dan wel een beetje een minpunt. Want het is natuurlijk wel handig als je maar toch moet je eigenlijk alsnog een los slot kopen. Dus dat is wel een beetje stom. Dan zit je daar echt een uur lang koffers te bekijken en heb je uiteindelijk één zonder slot. Maar hij is wel echt mooi. De tweede maat zeg maar, van het rijtje van drie is dan 1 centimeter te groot. Dus ik hoop niet dat hij daarom bij de TK Maxx ligt, omdat hij dus eigenlijk niet geschikt is. En dat was 70 euro, dat is ook niet heel goedkoop, maar ik heb hem toch gekocht. Nu heb ik nog deze gekocht voor in de badkamer, want ik haatte eigenlijk altijd zilver. Ik ben helemaal van het goud, maar sinds kort vind ik dus ineens zilver leuk. Ook weer af en toe zilveren sieraden, ik heb een zilveren jas besteld. Dus dit is wel een mooi setje voor in onze badkamer. Deze was 7 euro en deze 5. En ik heb dus, ik denk dat ik bijna, sowieso een uur in de TK Maxx ben geweest en misschien wel langer. Als je daar heel rustig je tijd neemt en die in Zoetermeer super chill, die is super rustig, dan kan je echt pareltjes vinden. Want die in Den Haag was verschrikkelijk. Niet normaal. En ik wou eigenlijk ook een rugzak kopen en een toilettas, maar dat heb ik uiteindelijk niet gevonden wat ik leuk vond. Ik heb een carholder die je ook gewoon bij de Action hebt, maar deze vond ik op zich wel chill. En ik vind het soms wel leuk om niet alleen maar spullen te hebben die iedereen heeft van de Action, maar juist een beetje wat uniekere, rare dingen uit het buitenland. Ik kan steeds geen glasprotector vinden bij Action voor mijn iPhone. Dus ik dacht, dan koop ik maar even een keertje van 5 euro. Ja, jammer dan. Blijkbaar heb ik al, sinds ik mijn iPhone heb, geen screenprotector op. Super stom. Ik heb de lelijkste soort van BH op aarde gekocht. Maar hij zat super lekker. Het is zo'n sloggy. En de kleur is zo lelijk, maar ik heb hem gepast. En het zit echt heerlijk. Super sexy. En dit, die sloggy was trouwens 13 euro. Ook nog niet eens zo goed. Alles is niet echt goedkoop hoor, maar het is wel allemaal leuk. Van die soort siliconen, wat je tegenwoordig ook bij wc-borstels ziet, dat ze met siliconen werken. Heb je dan ook om je vaat schoon te maken. Van Joseph's, dus dat is gewoon ook in Nederland te krijgen. Deze is 6 euro. En dan scratch-free, dat wil ik eigenlijk wel heel lang proberen. Dus in plaats van een sponsor wat hygiënischer. En je kan het voor altijd gebruiken. Zocht ook al heel lang een telefoonhoesje, want dit ziet er echt niet uit. Maar ik vind ze steeds niet leuk genoeg. En Lotte heeft voor mij heel veel hoesjes nog. Zij is maar, we hebben elkaar al ziek lang niet gezien. Dus ik dacht, ik koop een keer een hoesje. Maar ik vond hem eigenlijk best duur, 9 euro. Hij is wel cute, maar niet heel bijzonder. Ik wil het liefst altijd echt met leuke printjes en zo. Oh ja, dit was van de Mediamarkt. Dit is voor ons koffieapparaat. En dit is nog van TK Maxx. Moet wel voor 31 maart officieel op. Maar dat is kurkuma poeder. En dat is super chill ook om door je maaltijdshake bijvoorbeeld te doen. Dus heel veel energie geeft. Het is heel gezond. Of door je thee of wat dan ook. Ik denk dat we dat hier wel snel op krijgen. En die was maar 3,80. Deze heb ik als cadeautje gekocht. Ik wil hem eigenlijk zelf, maar ik gebruik dit niet echt. Maar ik vond hem zo schattig. Hij is wel 6 euro. Hij is echt van Popsocket trouwens. Hoe cute is dit? Met een alpaca of een lama. Die broek heb ik gekocht. Ik dacht dat hij 15 euro was, maar hij was 30. Omdat ik dus ineens helemaal into zebra ben. Maar ik wou dat Lofi's jasje ook houden met die zebra. Maar misschien moet ik die wel terugbrengen. Want ik vind toch inderdaad dat soort giletachtige jasjes niet zo leuk. Staan bij, omdat daardoor lijkt alsof ik geen nek heb of zo. De broek is wel leuk. Ze hadden alleen maar maten S van alles. Echt letterlijk 18 keer XS van één kledingstuk. En hiervan hadden ze dus nog wel een grote maat. Dus ik heb hem toch maar wel genomen. Met het nieuwe collectie. Ik vind hem wel heel leuk. Iets wat ik al heel lang misschien wil, maar elke keer denk ik, ik ben niet echt een muziekluisteraar op mijn telefoon. En al die meiden die altijd met AirPods lopen, denk ik altijd, oké, je bent de hele dag alleen maar met je AirPods bezig. Maar eigenlijk wil ik, dus ik heb geen AirPods gekocht, maar neppe AirPods. Maar dan van wel goed merk. Dus ik heb daar al die merken lopen vergelijken. En deze schijnen goed te zijn. Bij Mediamarkt waren het 88 euro of zo. En deze zijn dan 35 van Happy Plugs. Dus eigenlijk vond ik het een beetje mannelijk met wat donkergroen, maar wel chic. Ik denk, ik doe het gewoon een keer, want ook nu ik, ja, meer buiten ben en meer sport en meer beweeg. Vind ik het toch wel heel chill dat je dan gewoon dat in je oor hebt. En dan automatisch gewoon lekker muziek kan luisteren, kan bellen. Is toch wel heel handig. Ik heb echt nog steeds die oortjes met draad, weet je. Ik heb nooit dit gehad. Dus volgens mij is het een goed merk. Ik las dat alleen de ruisreductie iets minder goed is bij deze. Omdat die verder heel goed uit de test komt. Er stond in de top 5 van als je geen echte AirPods koopt. Dus ik ben benieuwd. En dat was het. Ik ben eigenlijk heel blij met alles wel wat ik heb gekocht. Alright, goodbye. Oh ja, en ik heb ook die donuts gekocht, maar dat komt op TikTok. En ik was vandaag iets eerder op, dus ik had om 9:30 een shake genomen. En dan was de bedoeling dat ik na 3-4 uur ging lunchen, maar ik was al best wel lang daar. Dus het is al 5,5 uur dat ik heb gegeten. Dus ik heb een haring gegeten. Ik neem nu voor het eerst de
Orange Fit proteïne shake met aardbei. Want ik wil na de krachttraining wil ik zo'n shake nemen. Die heeft 100 calorieën. Gisteren had ik het nog niet in huis, dus ik heb het al nu genomen. Maar voortaan wil ik het meteen na mijn krachttraining. En dan wel tegelijk met een maaltijd wil ik het nemen. En dan ga ik nu weer even zo'n soort van bordje zoals gisteren maken. Maar wel iets minder, want ik heb dus al dit en haring op. Lekker. Dit is 100 gram surimi en dit is 70 gram vetten ongeveer. En de rest spreekt voor zich. Oh ja, en pruim, voor wie het niet weet. Ik heb deze net gefilmd en opengesneden voor een TikTok. Maar het ziet er zo heerlijk uit, maar ik ga echt niks eten. Maar vooral deze, die saus moest ik wel van mijn vinger aflikken. Dus die heb ik geproefd. Super lekker. Wel, dat vind ik ze een beetje droog. Ja, nu mag ik al deze zes doen. Dus weet alsjeblieft. Hola, vandaag ben ik op zich wel lekker op schema. Ik heb net mijn hele vlog geëdit, maar die is dus al 50 minuten. En dan moet ik nog die 35 uitlegger achterplakken. Maar ik wil het ook niet te lang doen. Ik heb net heel even bij Flink besteld voor het eerst sinds heel lang. Want eigenlijk alles wat ik voor de lunch wil... was er niet meer en ik dacht, nou, dat is even wat sneller dan naar buiten gaan. Dus ik ga nu weer mijn lunch maken. Dan opmaken, die video filmen, dat editen. En dan gaat hij opslaan en dat duurt meestal zeker 4 uur bij een video van een uur. En dan ga ik even lekker sporten en zo. En dan hoop ik dat ik de vlog vandaag nog kan uploaden. Maar we hadden dus worsten die op moeten. Dus vandaag ga ik ook gewoon worstjes erbij eten. En ik heb deze, dit zijn echt van die best wel luxe tomaten. Volgens mij betaal je bijna 4 euro voor zo'n bakje. Super overdreven, maar deze zijn heel lekker. Volgens mij had Monica deze ook. Dus die eet ik er vandaag bij. En ik zal zo weer even filmen hoe alles er in totaal uitziet. 16 tomaten voor 4 euro vind ik wel heel ver gaan hoor. Met bijna 4 euro. Oké, voor één keertje mag het wel. Oké, vandaag vind ik hem echt niet normaal geweldiger uitzien. Bizar. Als je dit ziet, iedereen wil dit toch gewoon voor de lunch eten. Is toch geweldig? Nou, ik ga dit heerlijk opeten. Ik zoek goed licht, maar... je ziet het wel. Oké, ik heb net een video... Oh ja, dit zijn mijn oortjes. Ze zijn wel chill, maar ze zijn soms niet heel chill. Zoals soms gaan ze ineens 1 seconde achterlopen of uitvallen. Ik heb net een video opgenomen. Ik voel me daarom volgens mij trouwens helemaal moe nu. Want ik zag er heel erg tegen op om het op te nemen. Maar miskias, die ga ik nu niet doen. Ik moet nu op schiet maken. Heel erg naar miskias kijken. Ik heb net bezorgd. Zo benieuwd naar de bril. Ik haal 70 euro. En normaal is het dubbele. Bizar. Ik hoop dat hij echt heel goed is. En natuurlijk helemaal obsessief met zebra ineens. Hij zit in een mooi hoesje. Dit is van Sirocco. Zit hij niet van binnen, is het buiten? Dat is raar. Dit zit tegen je hoofd aan. Dat is toch gek? Er zit wel ook siliconen op. Oh, mijn hoofd is natuurlijk weer te breed. Zoals altijd. Ja hoor. Hij zit zo en hij moet voor mij zo. Are you kidding me? Gaan we dat nu ook met dit krijgen, hè? Dat zou ik wel echt heel erg vervelend vinden. Nou, hij sluit niet heel lekker aan. Hier zit een beetje lucht. Hoe staat het? Volgens mij ook echt voor geen meter. Maar het zit ook helemaal niet lekker, want het blijft hier zo op je oren kneven. Oh, als ik hem iets hoger zet, is het beter trouwens. Maar je hebt natuurlijk ook verschillende hoofdvormen en deze bril is helemaal niet heel flexibel. Flexibel. Ik vind de kwaliteit van de band wel heel mooi. Maar, oké. Nou, ik zie niet hoe het staat. Hij is wel mooi. Oh, nu kan ik wel zien. Ik kon dat niks zien. Ik vind het niet echt mooi staan. Oh, hij is wel goed. Hij moet gewoon nog wat strakker. Nou, hij trekt op zich wel strak, maar ik vind het wel echt heel lelijk staan. Maar zo op je helm vind ik hem wel weer cool. Nou, oké, ik ga nu even verder editen. Ik hoop maar gewoon dat hij super goede kwaliteit is. Goodbye. Oeh, hij is wel heel lang. Oh, nou. Vrouwen XL. Oké, hij is eigenlijk wel te groot. Chips. Kok. Hij is te groot, hè? Hij is wel leuk. 11 bestellen bedoel je? Maar ik kom helemaal uit Italië en de verzendkosten. Wanneer heb ik deze nou besteld? Maandag. Maar het was natuurlijk vanwege DVD duurde het heel lang. Dit met een zwarte broek vind ik dus wel echt leuk. Hij is vooral heel lang.
Ja, één maatje kleiner. Oh, ik ben helemaal moe van die video, jongen. Maar ik heb ook een zilveren jas besteld. Nee, ik vind hem wel leuk. Dus ik bestel hem dan wel in een L, want het is nog steeds in de zil. Maar L is misschien weer te klein. Nee, oké, L. Ja. Oké. Nu gaan we naar de sportschool. Het is al 4:30 en we gaan om 5:00 lekker naar eten en zo. Dat ben ik nog nooit geweest. Dus ik moet nu echt naar de sportschool gaan. En als ik dan terugkom van de sportschool is die video klaar waarin ik het vertel. Dan kan ik die online zetten. Dus ik moet nu opschieten. Ik zit echt lekker in mijn vel. Merk ik al. Super blij mee. We gaan dus naar eten en zo. En ik ga gewoon lekker eten daar. Maar bijvoorbeeld sushi, wat ik echt super lekker vind, ga ik wel gewoon eten. Ondanks dat rijst en blablabla. Maar ik ga dan niet dingen die ik het niet waard vind eten. Weet je, dat zo'n all-inclusive restaurant met patat en noedels. Maar ik ga wel gewoon genieten, maar wel gewoon blijven nadenken. Want ik voel me gewoon zo goed hierbij. Ik moet even nu in de auto mijn thumbnail maken voor die video die dan online zet. Ik vind het best wel spannend. Want ergens zeg je het liefst helemaal niks erover, weet je. Want het gaat niet alleen voor jou, maar je wil wel weer de waarheid vertellen. Dus daarom heb ik het ook al zo lang uitgesteld. Maar ik heb dus het topje van Lofi's. Oh my god, ik vind het altijd... Ik heb ooit een video gemaakt. Iemand van jullie heeft het vast wel gezien. Waarin ik outfits ging passen die vriendinnen hadden uitgezocht. En mijn nichtje had zo'n topje, een body voor me uitgezocht. Vond ik zo prachtig samen. Die heb ik teruggestuurd. En nu heb ik dus... Hij komt tot hier, zonder mouwen. En ik vind dat dus zo leuk staan. Met goud. Die blazer die ik ook met Shanna Jimmy aan had. Van, die ik had gekregen van een webshop. Van... Good. Ik vergeet het altijd. Come Get Fashion. Dit is dan iets wat ik nooit op mijn eigen webshop heb gezet. En gewoon gouden oorbellen. En hele lelijke oude zwarte broek. Want de rest heb ik al meegegeven. En ik heb dus die sloggy BH eronder gedaan. Dus dan heb je niet echt het mooie tieten. Maar je hebt ook niet blote tieten. En het zit heerlijk. Dus ik ben helemaal blij. En ik heb hele oude schoenen aan. Deze. Die ik nooit aan heb gehad. Van Rihanna. Die Puma Fenty Mans. Nee, Puma... Fan. Ik weet het even niet. Alleen die strik die erop zit is natuurlijk niet zo mooi. Dus die doe ik dan in mijn schoen. Nou ja, die matcht dan een beetje met beige. Maar oké, ik ga even die thumb maken. Ik wil eigenlijk, ik heb geen thumbnail of zo voor mezelf gemaakt. Dus ik wil eigenlijk gewoon een screenshot pakken en dan wat vraagstickers erbij. Maar ja, ik heb nu 10 minuten om het te doen. Dus misschien zet ik hem nu gewoon online en doe ik later een leuke thumbnail. Maar ik hoop dat hij nu thuis geüpload is. Ja, hij is thuis geüpload. Oké, nou, goed verhaal. Maar ik ben blij. Zien jullie het ook aan mij of niet? Dat ik er wat frisser en gezonder uitzie of zo? Oké, we zijn er. Ik vind deze outfit heel leuk. Maar het is hier super mooi. Ik ben hier nog nooit geweest. Hungry! Okay, mijn bord ligt zoals altijd weer heel vol, maar ik wilde allemaal van die rare vissen proberen. Ik heb 2 geflambeerde zalm, normale zalm. 2 sashimi zalm, tonijn, sashimi, tonijn, nigiri, een beetje carpaccio, zeewier en zo sushi. En dan deze rare dingen. Garnalen, persbonen en edifying gyoza, verse gegrilde ossa's, wat kip teriyaki en weer niet. Kiwi en een paar kaasjes en nog wat boontjes en nu toch maar 1 smoothie. Ze hebben allemaal hele schattige smoothies. En nog 1 sushi met een soort andere vis en deze. En nog wat carpaccio en een beetje een toetje. Oh, ik ben echt super enthousiast over dit restaurant. Want ik ben wel bij meerdere All You Can Eat geweest. En eigenlijk is het meestal van dat je denkt, oh, zoveel lekkere dingen. Maar uiteindelijk is de kwaliteit niet heel goed. Dan krijg je best wel buikpijn. En hier was echt oprecht alles lekker. De sushi was heerlijk. Ik heb vooral sushi, carpaccio en zo. Maar de kwaliteit van het vlees was heel lekker. De kwaliteit van de toetjes was heel lekker. Je had super veel keuze. Je kon pizza, pannenkoek. Nou, iedereen in Zoetermeer kent het waarschijnlijk wel. Maar je had... Nou, noem het. En je had het daar eigenlijk. Dus heel lekker. En je kan ook super goed gezond eten als je het wil. Dus helemaal, helemaal lekker. Oké, mijn lunch ziet er weer geweldig uit. Ik heb een blikje 100 gram tonijn en olijfolie. Weer die tomaatjes. Daar zit dan 3/3, zeg maar 1/3. Dus ik heb elke keer 1/3 gedaan. Dus ongeveer 70 gram. Weer worteltjes, 4 walnoten, 4 paranoten. Zelfs die avocado was helemaal niet bruin geworden. Ik had hem in water bewaard. Wat van die kip uit de oven heb ik gewoon geplukt. Komkommer. En weer 2 eitjes. En zelfde kruiden, dus chili, zoutpeper, bieslook. Echt zo lekker. Oh my god. Ik ben echt out of my comfort zone gegaan. Ik ga het doen vandaag. Ik durf het aan. Kijk. Dit is mijn outfit. Het trui valt gewoon los. Mijn outfit zoek ik altijd een beetje uit op de situatie. Dus we gaan naar Hazen ouders. En dan weet ik dat ik de hele tijd op de bank zit. Gewoon zo pofferig. En dan vind ik het lekker om gewoon zo'n trui aan te hebben. Maar het staat best wel leuk. Ik dacht, ik doe het gewoon. Iedereen hier zeg ik wat leuk staat. Kijk, de flare is van buiten gewoon dicht. En dan is die van binnen open. Weer met deze schoenen.
Leuk hè? Ik ben zo blij dat ik dus zo'n broek aan durf. Ja, het maakt me helemaal blij dat ik het durf. En dan weet ik niet of ik mijn haar vast of los doe, maar... Oké. Okay. Ik wou niet te overdreven gaan, want ik ga gewoon naar de ouders. Maar ik wou wel iets leuks aan. Wat ook lekker zit. Oké, okay, we wilden weer een bubble tea. Maar ik heb dit keer eentje met alleen maar groene thee. En dan tapioca erin. Zodat het wat minder ongezond is. Wow! Taste test. Best schor. Hallo, dat was heel gezellig. Ik film er eigenlijk nooit, want ik vind het niet echt heel boeiend om te filmen. Maar ik kreeg dus een keukenkastje tegen mijn hoofd. Ik stond zo in de keuken en ik ging zo bukken onder het keukenkastje door, want die stond open. En op dat moment ging iemand anders hem juist voor mij dichtklappen, maar die klapte de verkeerde kant. Waardoor hij dus tegen mijn hoofd aan knalde en ik ondertussen ook. Dus ik heb nu van dat groene spul op mijn hoofd en een ei. Chill. Maar ja, dat was het. Ik ben zo blij met deze outfit. Het staat zo leuk. En een broek is dat ik dan... Dan heb je mijn flirt heel erg hier buik. En in een broek niet. Dus dan kan ik eindelijk een trui zo dragen. En wat ik ook zo vind. Normaal als ik een broek heb, heb ik thuis met deze om uit te trekken. En deze zit gewoon echt heel lekker. Maar die zit ook perfect. Hier niet te strak, maar ook niet te wijd. Hij is gewoon echt perfect voor mijn lichaam. En dat heb ik nooit. Dus nu wil ik er 100. Want je kan niet altijd zebrabroeken dragen natuurlijk. Kijk, ik moet hem een klein beetje, dat denk ik, een beetje optrekken. Want hij loopt natuurlijk een beetje uit. Maar voor mij is het echt uniek. Want ik heb nooit broeken die ik lekker vind zitten. Dus ik ben helemaal blij. Dan kan je ook mooi met een strak shirtje of zo. Ja. En dit is mijn ei nu. Ik zie er nu super moe uit, maar ik krijg ook heel veel hoofdpijn van dat ei. En het is de Smurf zelf. Maar ik vind het helemaal leuk. Ik heb dan ook de laatste tijd weer meer zilveren dingetjes in. En in mijn haar heb ik dan een zilveren scrunchie. En dan vind ik het een zilveren ring. Oh, mijn andere hand. En dan, ik weet niet. Eindelijk krijg ik weer een beetje dat ik wat dingen kan dragen die ik leuk vind. Terwijl ik nog helemaal niet gewicht kwijt ben. Maar ik voel me gewoon lekker in mijn vel. En zo'n broek zit dan ook gewoon goed. En dan is het prima. Maar normaal pas ik niks. Dus ik ben, ja... blij. Gisteren leuk outfit, vandaag leuk outfit. Happy. We hadden trouwens vandaag... Nou, zie ik er zo moe uit. Het komt echt door de dingen omhoog, want ik was helemaal niet moe. Zien jullie de rust hierachter? We hadden gezegd, ik zei van oké jongens, we gaan werk op 10 minuten zetten. We zetten cleaning motivation of leuke muziek aan en we gaan even opruimen. En toen hebben we dus best even opgeruimd. Eerst wat van onszelf was en daarna zaten we in de vibe en hebben we nog lekker meer opgeruimd. En ik zei van het valt me in de vlogs op dat het er zo chaotisch uitziet. Al die zooi hier, dus... Zien jullie hoeveel rustiger het oog? Niet al die tekeningen en brieven aan de koelkast. Niet allemaal spullen op de koelkast. Niet allemaal dingen daar. Maar dat wou ik niet zeggen. Ik krijg net een comment op de uitleg van 35. En ik vind dat heel bijzonder. Iemand zegt, dit is echt exact de video die ik nodig had. Ik heb dit account nog nooit eerder voorbij zien komen. Maar YouTube raadde deze video me aan op het perfecte moment. Ik zit in exact dezelfde situatie. 1 jaar geleden een restaurant geopend met iemand samen. En op dit punt besef ik me dat ik mezelf compleet verloren ben in die zaak. En simpelweg niet gelukkig. Ik heb dus ook besloten ermee te stoppen, maar die knoop doorhakken lijkt me niet te lukken. Dit was het setje wat ik nodig had. Je bent nooit alleen in een situatie, zo blijkt maar. Dankjewel. Hoe bijzonder. Dus ik heb ook gereageerd van wow, ik weet het adem. Wat bijzonder om te horen. Ik had het helemaal niet verwacht dat ik überhaupt een niet-volger zou aantrekken met deze video. Niet eens 1. Ik heb het echt gemaakt voor mijn volgers om uitleg te geven. Dus heel gaaf dat ik een nieuw iemand hiermee kan helpen. Volg je gevoel. Als je jezelf verliest en minder blij bent dan normaal, dan weet je wat je moet doen. Ik vind dat echt heel tof. Het is altijd sowieso leuk voor je kanaal om nieuwe mensen aan te trekken. Maar ik ben ook heel blij dat ik dus hier iemand mee kan helpen die mij nooit volgde. Super tof. Ik krijg zoveel leuke comments. En wat ik echt fantastisch vind is dat ik zoveel comments krijg. En als ik daar niet op reageer is dat gewoon echt omdat ik best wel veel comments krijg en dat het veel tijd kost. Maar weet dat ik het echt geweldig vind. Of je nou een korte of lange comment plaatst. Maar lang vind ik leuk, want dan leer je mensen een beetje kennen. Ik herken ook heel veel namen, weet je wel. Dat vind ik super leuk. Zoals Bloemetje of zo, die reageert heel vaak. En die heeft nu echt zo'n comment geplaatst. En ik merk, hoe meer ik nu weer vlog, hoe langer de comments ook weer worden. Omdat het natuurlijk steeds persoonlijker weer voelt. Superleuk. Oké, nu ga ik even ademen. En ik heb weer lekker deze trui. Mijn schoonmoeder had wat vlekken voor mij eruit. Dus ik had hem net vers terug van haar. Toen ging ik er laatst in sporten vorige week. En tomatensoep meteen gemorst na een paar minuten. Dus nu is hij weer fresh. Ik zei, nou, je ziet hem over een paar dagen wel weer terug. Oké, dat was het. Ik heb weer 4 paranoten, 4 walnoten, 120 gram overgebakken kipfilet, komkommer, 140 gram tonijn en zonnebloemolie, tomaatjes, 70 gram feta, wortel, 2 gekookte eieren en weer bieslook, zoutpeper en chili. Ik heb serieus een uur over mijn bord gegaan, dus nog een beetje vieze flubber ei. En nu gaan we even lekker fietsen, maar het duurt er zo lang over. Dat is wel heel goed hoor.
Nou, ik heb het tussendoor trouwens wel aangekleed en opgemaakt, maar... Steeds een beetje gegeten. Hi Poesie! Hey! Je ook de schattige kaart, ja? Willem. Willem is zo schattig. Ja, Willem. Maar hij heeft geen wortel meer, nog steeds vindt hij het wel gewoon leuk. Want hij kan zo weg, maar hij doet het niet. Willem. Oh. Kleine baby. Nee, je bent ook een beetje een baby. Nee, deze denk ik juist niet echt een baby. Ja. Je brain massage? Ja, dat ik hem wel ga terugzetten, maar ik wil niet, want ik vind hem zo lief. Zullen we weer naar huis? Kom maar. Oké. Ja? Kom maar. Het was wel gezellig, hè? Ja. Oh, dat was leuk, hè? Waar ga je nu heen? Dat is een beetje een Einzelgängertje. Oh, hi. Oh, waar zie je nou nog dat varkens zo'n leven hebben? Ze zijn met z'n tweeën, ze hebben echt de meeste modder wat ik ooit in mijn leven heb gezien. En is dat een modder, een bad? Een nieuwe autoband of zo? Ja. Hè? Zie ik veel energie. Ik wou dat ik zoveel energie had als deze gek. Hey, ga je lekker een beetje bij het hek kijken? Deze is wel rustig. Aaien? Oh, je mag ze aaien. Deze voor de camera helemaal poseren hier. Kijk maar. Oh my god. Hoi. Oh, ik ben normaal altijd een beetje bang, maar niet voor deze. Deze is heel rustig. Nu gaat hij mijn jas opeten, denk ik. Hij farten. Het lijkt alsof hij naar mijn camera kijkt. We zijn bij Westerpark en we gaan heel onverwachts bowlen. We gaan een half uurtje, want waarom niet? Kijk, Lone Dark, ja. Lekkere drankjes. Nou, weet je wie pas Lone Dark is? Ja. Ik. Zo dicht bij halsbandparkieten gezeten. Zie je ze? Ze zijn ook helemaal niet bang. Kijk hoe dichtbij ik ben. Zo schattig. Hey jongens, ik ga het vlogje maar afsluiten. Wij hebben echt een super lekker dagje gehad. Helemaal blij. Heerlijke zondag, lekker buiten. En nu zitten we gewoon lekker een beetje te chillen. Ik zie jullie weer bij de volgende week vlog of op Instagram. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet weer een reactie achter te laten, duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende. Doei!